Afkolven met de hand leer je eenvoudig door het een paar keer te doen. Als je met de hand kunt afkolven, ben je niet afhankelijk van een kolf en kun je altijd en overal je borst leeg als dat nodig is. Ook bij stuwing, volle borsten of een verstopt melkkanaaltje kan dit handig zijn. Of in de eerste dagen na de bevalling, om de melkproductie op gang te brengen als de baby niet alles aan de borst drinkt. Wrijf niet met je vingers over de borst, maar masseer het weefsel onder de huid zodat het prettig voelt. Dat helpt om een toeschietreflex te krijgen. Plaats je duim en vingers ter hoogte van de tepelhof, elk aan een kant ongeveer 2 centimeter achter de aanzet van de tepel. Leg je vingers aan de onderkant en je duim aan de bovenkant. Knijp nu je duim en vingers licht naar elkaar toe en tegelijkertijd beweeg je ze over de onderliggende weefsels in de richting van de borstkas. Beweeg dan de vingers en duim stevig over het onderliggende weefsel weer in de richting van de tepel. Met een zekere regelmaat duw je je duim en vingers naar elkaar toe en ook naar achteren. Je blijft deze beweging herhalen en zo ga je de hele borst rond, zodat alle melkklieren aan de beurt komen. De melk kun je opvangen in bijvoorbeeld een schoon kopje.